welkom bij AGP TV. Mijn naam is Marco en de schone jongling achter de camera is... Arno. Hallo Arno. Hoi. We zijn vandaag bij de boekpresentatie van Boy Song of a Wanderer. Maar was dat niet een film? Boy Song of a Wanderer is een boek, een tentoonstelling en een film. Over Nitzan, een Israëlisch meisje dat ontdekt een jongen te zijn. Filmmaakster Annemarie Bosboom volgde Nitzan 10 jaar lang en legde zijn tumultueuze leven en transitie vast op beeld. Annemarie, hoe kwam je erbij om over Nitzan een film te maken? Toen ik het net leerde kennen, toen had ik nooit een film in mijn hoofd. Maar zij was vanuit Tel Aviv naar Nederland gekomen, op weg naar Tokio. En dat gegeven vond ik al heel vreemd. Ik dacht, dat is een hartstikke mooi verhaal van jongeren die hun land niet accepteren, Israël. En op die manier wilde ik een film van haar gaan maken. We hadden eigenlijk de film al af, dat was in 2009. En toen kwamen er dus eigenlijk veel en veel meer berichten dat het slecht ging met Nitzan. En de waarheid kwam boven water dat zij geen meisje moest zijn, maar een jongen. En dat was een heel moeilijk moment voor mij, want ik maak graag films over vrouwen. En, sterke vrouwen? Ja, sterke vrouwen. En dit was een heel zwak meisje geworden, die een mooie jongen eigenlijk begon te worden. Since I came here, I take a lot more picture of myself. I think since I left Israel, because I noticed that, and a little bit before I left, I noticed that most of the pictures is other people or just places, or just nice things. But I kind of started wanting to follow myself, you know, to see, to have memories of myself in this age, to see it, to capture myself in moments, all kind of moments. Niet alleen Bosboom legde Nitzan vast op beeld. Nitzan zelf maakte ook obsessief foto's van zichzelf die nu vast zijn gelegd in een boek en in een foto-expositie in Foam. Wat trok je aan in deze expositie of in dit verhaal? Ja, de transformatie eigenlijk heel erg. En een beetje dat genderloos vind ik heel erg mooi. Een hele mooie overgang van vrouw naar man en alles wat ertussenin zit. En dat er wordt een beetje mee gespeeld. Ja, dat vind ik er wel mooi aan. Natasja, welke foto spreekt jou nou aan? Nou, dit is mijn lievelingsfoto. Eigenlijk vanaf het moment dat ik binnenkwam, kwam de foto ook bij mij binnen. En er zijn een aantal dingen die mij heel erg aanspreken. Dat is haar houding. Het is heel sexy, ze heeft hele lange benen. Ze is hier ook nog heel erg jong, want ze is nu 17 en ze heeft een snorretje getekend. Dat matrozenpetje maakt het voor mij heel spannend met die sigaret erbij. Ze zit hier echt tussen een meisje en een... Jonge. Ja. Welke foto spreekt jou nou echt aan? Die meisjesfoto's zijn zo prachtig. Maar als je dan verder kijkt op het laatst, dan is ze ook zo'n prachtige jongen geworden. Zij heeft heel obsessief een dagboek van foto's gemaakt. Dus zij heeft al vanaf 2000 zichzelf gefotografeerd. Alle foto's die je hier ziet... zijn zelfportretten. Selfies avant la lettre eigenlijk. Ja, en dat maakt het ook zo interessant. En vooral het obsessieve. Want er zijn duizenden foto's van zichzelf gemaakt. De studie, hè? Wie ben ik? Wie mag ik zijn? What attracts you both in Nitzan's story? All the transgender theme, like, because I identify as transgender as well, so okay. It's actually, we didn't know because this is a vacation, so we came here and he's actually one of my idols. Okay. So what makes him so inspirational for you? Like just his way of doing the documentary over his life, like the transition and and the book seems like a very nice way of showing. It's very intim. Het is een ontzettend mooie persoon geworden die eigenlijk de derde sekse genoemd mag worden. Dus het is nu een mengeling geworden van man en vrouw. En dat is in principe altijd ook mijn thema. Dus ik zeg, ik maak
graag films over vrouwen, maar dat heeft te maken met dat de identiteit van iemand vloeiend zou moeten wezen en niet zo gefixeerd. Dit was AKIP-TV vanuit FOM. Wil je meer weten over deze expositie en alle andere Pride-evenementen? Check dan even onze website amsterdamgaypride.org. En morgen zijn wij er weer. Of tenminste, morgen is Marloes er weer, samen met Bart. Tot dan! Doei!